Mijn huisdier, Puppertje, die betekent alles voor mij. Ze zegt toch altijd, als je in je twintige jaren een hond neemt, dat het dan je soul dog is. En zo voelt het ook wel echt mee. Hoi, ik ben Bente en dit is mijn grote maat Pupper. En hij is 4 jaar oud. Onze dagelijkse routine met Pupper is in de ochtend ga ik eerst mezelf altijd even klaarmaken. En dan loop ik een rondje, ga ik lekker met hem naar buiten. Als we dan terugkomen maak ik lekker een bakje voor hem klaar om lekker te eten. Tijd om te ontbijten. En ik voeg een lekker supplementje toe voor jou. En dat helpt voor een mooie vacht. Zo. Honger? Nou, dacht ik al. Puppy is lekker. Oh, ja. Ik denk het wel. Hij heeft natuurlijk een lange vacht. Dus we moeten hem ook borstelen en kammen. En wassen. En dat vindt hij eigenlijk allemaal helemaal prima. We hebben echt vanaf puppy af aan gedaan. Zachte kam zo op je snoetje. Ja, zo ziet onze ochtendroutine eruit. Ik vind het voor mezelf natuurlijk heel belangrijk om fit en gezond te blijven. En dat vind ik voor Pupper ook, want ik wil dat hij zo lang mogelijk gezond is en zo oud mogelijk wordt. Oeh. Ja, misschien ik toch wel. Ikke. Ja, Pupper die kijkt niet echt in de spiegel en ik kijk het liefst de hele dag in de spiegel. Pupper. Ja. Nou, als hij ook geen aandacht krijgt, geen seconde, begint hij meteen te piepen en te blaffen. Dus ze moet heel de dag geaaid worden. Wat Pupper en ik gemeen hebben, is dat we allebei heel veel energie hebben. En dat we ook niet kunnen stoppen met, in mijn geval, kletsen en in zijn geval blaffen. Dus dat is wel iets waar we heel erg op elkaar lijken. Er zijn ook wel wat ritueeltjes die wij samen doen. Zoals bijvoorbeeld, als wij naar huis lopen van een wandeling, dan geef ik zijn lijn in zijn bek en dan rent hij zelf naar huis. Dus dat is altijd wel heel erg cute. En dat doet hij dus ook bij de logeeradresjes waar hij wel eens verblijft. Dan doet hij precies hetzelfde. Dus ik denk dat dat wel iets is wat we er lekker in hebben gekregen. Mijn huisdier, Puppertje, die betekent alles voor mij. Ze zegt toch altijd, als je in je twintige jaren een hond neemt, dat het dan je soul dog is. Ja, zo voelt het ook wel echt een beetje. Ja. Pupper. Ja, die moet ik echt om 11 uur wakker maken. Want anders slaapt hij tot 1, denk ik. Och, Pupper ook zeker. Er moet maar 1 vrachtwagen langs te komen en hij springt al helemaal onder mijn benen. En nee, dat is echt zeker een poesie. Pupper. Ja. Ja, nee, Pupper die kan als ik moet heel de dag wandelen. Nou, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Maar nu gaan wij weer even lekker koelen en quality time hebben. Doei!